is inmiddels alweer 10 uur geweest. En dat betekent dat we gaan beginnen met de prijsuitreiking van Dweilen in de Barrenie. Zoals ik je zei, ze hebben 3 koffers. Deze vereniging heeft vanavond goed gespeeld. Dat betekent dat ze 1 koffer weer gaan spelen. En dat ze met 2 prijzen naar huis gaan. Maar welke? Ja, maar welke? Je weet nooit welke prijzen ze gaan nemen. Ik ga Raymond vragen. Raymond, welke koffer gaan ze wegspelen? 1, 2 of 3? Ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Jullie gaan er met 2 prijzen vandoor. Maar met welke? Wie gaat beslissen, jongens? Welke koffer gaan jullie wegspelen? 1, 2 of 3? 14 zit er niet bij. We gaan naar de voorzitter, denk ik. Welk nummertje? 3. Koffertje 3. We gaan 3 wegspelen, Mitch. Oké, we gaan beginnen. Wat zal erin zitten? Heel spannend. Jullie hebben weggespeeld. Klap, blokje met pen hebben jullie weggespeeld. Dus zonde, dat betekent dat jullie naar huis gaan met 2 prijzen. De vaatdoekjes van ons. Hey, vaatdoekjes. En om ons en echt niet helemaal te vergeten, dat jullie gewoon ons echt nog gaan vergeten. Jullie gaan mee met souvenirset van mij en Raymond. Hey, ik kom gauw die kant op. Borden, alles zit erin, mensen. Met het hoofd van mij en Mitch erop. Wie wil dat nou niet, hè? Wie wil dat nou? Die willen wij graag hebben. Een eeuwig aandenken natuurlijk. En jullie krijgen ook nog een fantastische bokaal. En die gaat Mitch zo meteen ook laten zien. Ik ben onderweg. Ja, we gaan nu de prijzen erbij pakken. Want Raymond, pak jij de prijs uit mijn handen? Nee, ja. Deze anders. De bokaal. Mag de bokaal, de bokaal. De bokaal. Kijk eens hoe mooi. De bokaal, geweldig. 24 karaat goud, mensen. Dweilen in de Barrenie. Ja, die is voor jullie. Ja. Aan wie mag ik deze... Even kijken. Ik heb Karin. Waar is Karin? Jij hebt achter het schavot gestaan. Je krijgt van ons, hou even vast... Jullie krijgen van ons de echte afwasmiddel van Ja, mensen. Raymond. Zit patent op. Uniek in zijn soort. Hele mooie kommetjes. Ik moet alleen wel zeggen, niet uitwassen. Laat het papier los. Dat is misschien niet handig. ik moet even Kees Braspenning. Kees, kom er eventjes bij. Kom even voor. Want ik krijg net iets door. Jullie gaan nog 2 vrijkaarten verloten. Ja, we gaan nog 2 vrijkaartjes verloten voor onze uitvoeringen in maart. Wie dus... zijn die? Zaterdag 22 maart. Zondagmiddag 23 maart. Vrijdag 28 maart en zaterdag 29 maart. Allemaal in het Turfschip. Dus mocht je tijd hebben voor toneelvereniging Mag het Licht Uit. Nou, wij gaan die vrijkaarten... Oh ja, die hebben we nog niet laten zien. De vaatdoekjes van mij, Raymond. Wij gaan die vrijkaarten verloten. En dat kun je meedoen. En dan denk je van, hé, ik wil die nou hebben. Dat is bij de Twitterbokaal. En dan kun je mee twitteren via hashtag BaronieTV. En de leukste tweet, die wint natuurlijk dinsdagavond die bokaal. Ja. Hartstikke bedankt, Mag het Licht Uit. Jullie waren fantastisch. Ja, heel veel plezier met die zooi van ons. Ja, het is tijd voor een... dat is uniek in zooi. Het is tijd voor een heel mooi stukje muziek. Ja, we doen want Anita gaat nog een fantastisch nummer spelen. Welk nummer gaat het worden? Wat ga je zingen? Doe het maar in een emmerke. Nou, wij doen hier een emmerke. Anita! Ik ga... We zingen en we spelen veel, dat zit ons in het bloed. En als we eerst wat drinken, dan gaat het eens zo goed. Maar drinken uit een glaasje, dat vinden wij niet fijn. En daarom is ons lijf niet steeds volgende refrein. Hey! Doe het maar in een emmertje, doe het maar in een tel. We spelen dan een ritme en we zingen onderwijl. We drinken nooit uit glaasjes, dan is het beneden puil. Doe het maar in een emmertje, doe het maar in een tel. De juffrouw uit de hoogste klas, die viel ons reuze mee. Ze vroeg ons later reus te zwaar, apart nog op de thee. Maar na een uurtje skippen in haar chambre séparé, zong zij toen zachtjes voor zich heen, blijf niet met ons mee. Hey! Doe het maar in een emmertje, doe het maar in een tel. We spelen dan een ritme en we zingen onderwel. Wij drinken nooit uit glaasjes, dan is beneden pijl. Doe het maar in een emmertje, doe het maar in een tel. Wij speelden op een meisjesschool en hadden reuze lol. We werden op en top verwend en kregen vruchtenbol. Maar na een uurtje skippelen zong heel het internaat. Uit volle borst ons lijf niet mee en luister hoe dat gaat. Hey, doe het maar in een emmertje, doe het maar in een
Anita, ik wil je hartstikke bedanken voor jouw komst. Dat was super. Dankjewel. Geen dank. En naast mij zijn aangeschoven Kevin en Victor. Want we gaan naar? We gaan naar Bosuilendorp. Bosuilendorp. Ja. Nou, laten we snel maar gaan kijken naar het Bosuilendorp, naar de optocht. Nou, dit jaar 35 deelnemers. Dus met de jeugd en de groepen, de wagens bij elkaar. Dus de prinsenwagen met De jeugd raad eronder. Nou, gaat. Vorige week hebben we de worst naar Clara gebracht. Ja. En dat heeft zijn vrucht achter hè? Super weer. Het is echt heerlijke temperatuur. Leuk als kinderen erbij betrokken ja, worden. Hè? Heel belangrijk. Dat is een beetje de mix van van jongeren en wat ouderen. Dan wordt ook heel veel ook wel in het Bosuilendorp gestimuleerd hoor. De jongeren een beetje carnavalletjes bouwen en zelf sauwelen. Was dat druk bij de optocht? Ja, het start bij de molen in Ulvenhout en dan loopt hij richting een ommetje zo naar het dorpsplein. Dat is bijna het uitpunt, maar de mensen staan een beetje verdeeld, dus het lijkt misschien dat er niet veel opkomst is. Maar als je alles bij elkaar zou zetten, dan een behoorlijke toch? Ja, zeker. Alles beweegt handmatig, maar het draait tenminste, toch? Ja, het draait. Het beweegt. Ziet er goed uit. Ja. Nou, we geven er een draai aan. Dat is het motto van de Bosuilen. Mm-hmm. Onze prins Kees Keizer. Dus we geven er een draai aan. Dus mechaniek op draaien. Ze verzinnen er alles op. Leuk, hè? Ja. Op basis van de Lord of the Rings. We gaan ze ringen gooien. Leuk bedacht. Ja, dat is wat dat er heel creatief. Maar voor jullie is het zo dat de prinsenwagen gewoon stilstaat en de optocht zich aantrekt? Dan ja, precies. En dit jaar een beetje met twee camera's. Eén camera die een beetje vast op hoogte staat. Mm-hmm. En een beetje mobiel. We zijn vrijdag nog even bij de scholencarnaval geweest. Eerst de ene school de klokkenbui een ochtend. En rond de middag doen de klokkenbui en de rosmolen samen een optocht. En waarna op het pleintje Uilientje, ons symbooltje van de carnaval, wordt onthuld. Ze verzinnen echt van alles. Ja, leuk. Kijk, de goudbal is het leuke dat daar een gewoon echt zo lotte kijk deze. Dat hebben ze glijbaar gemaakt en dan komen de lotteballen komen zo tevoorschijn. Wow. Echt leuk. Ja. Je moet wel opkomen denk ik zo. Ja, precies. Ik vind dat iedere avond weer knap er nieuwe ideeën komen en dan.
Dat wordt, ja, het wordt wel steeds moeilijker om een plaats te vinden waar je ja, je wagens kunt bouwen. Kijk net die wagen daarachter. En het oude brandweerkazerne Ulvenhout, die wordt nou gebruikt als ja, voor het bouwen van dat soort carnavalswagens. En ook wel een beetje gefilmd. En dat had er weer een vraag van, de bouw is zo groot, hoe krijg je ze naar buiten toe? Maar dan, ja, vandaag wordt het dan die kop en dergelijke, een heftruck op de rest geplaatst. Ja. Ik vind het knap. Door middel van hydrauliek en laat ze alles draaien en bewegen. Echt, ja, dit is CV de kraanmakers. Die hebben de derde prijs van de grote optocht. Dat verdienen ze denk ik wel. Ja, 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 zeker. De middel van hydrauliek laat zelfs bewegen en draaien. Ja, met mooi weer komen al die kleuren echt heel goed tot hun recht. CV uit het gereel, ze hadden de tweede prijs van de groepen. Die zeiden, ja, ze maakten de optocht langer door slakken te gebruiken. Die zijn zo traag, dus ja, dan heb je ja, heel mooi de optocht die wordt echt vier keer zo lang als die we dan even op Prinsenbeek. Wow. Ja, dat is leuk. Heel, heel creatief, leuke kleuren erin. Dus de, ze krijgen het wel af. Kijk, ze weten het eruit komt. Kijk, een mooi platje. Een draai komt. Dat is leuk voor later. Je hebt wat foto's van een paar draai komt. Kijk. Wat een gezelligheid op de straat, hè? Ja. Leuk, de kledij. Lekker een dansje erbij. Ik vind het heel knap hoe ze het allemaal voor elkaar krijgen. Ja. Ik moet wel wat tijd in steken. Want ja. Het maken en dan ook het oefenen. Zij waren de tweede van de grote groep, CV de Flauwekul. Kijk, weer opdraaien. Leuk die combinatie van even, tijd gestoken in het ook in act. Ik denk dat het maar zo je moet maar opkomen. Ja. Ze krijgen het elk jaar wel. Ja, precies. Ieder jaar weer wat anders. Stichting Ulvenhout Carnaval. Mm-hmm. Boer Dobbers hadden met de Sauerlaaf een leuke act. Heel creatief met de muziek. Die je niet gezien hebben, weet wat ik bedoel. Ik zie het heel goed. Dat zijn de boerenknuppeltjes. Dus, kijk, een bijdrage. Bijdrage, dat is leuk verzonnen. En ook dan de bijdrage voor de molen Ulvenhout of van de Pekhoeven. Of, dat is wel leuk. Heel eenvoudig. Maar... De Nopkes. Big Party.
Die past ook maar net in de oude brandweerkazerne die gebouwd is. Wow. Ik dacht, die kruis er nooit uit, maar het is toch gelukt. Ja, ik vind het wel mooi dat zulke locaties toch nog gebruikt worden voor het kader. Ja, ja. Ja, goud waard. Hele mooie waard deze. Ja, dat is echt geweldig. Hè? Ja, vooral met het weer, komen de kleuren zo mooi tot recht. Waar strooien ze nou eigenlijk mee, als ik vragen mag? Ja, met stroom. Met stroom. Ja, we hadden nog zo'n luchtkanon, dan konden ze het stroom ook net mee wegschieten. Ja. Ze is een ander confetti. Ja, variatie. Ja. En wat was het motto eigenlijk? We geven er een draai aan. We geven er een draai aan. En spelen dan eigenlijk veel mensen op het motto? Ja, ja, zeker. Soms heel simpel. Maar... Ja, de boxers in de aanbieding. Er waren nog twee boxers in de aanbieding. Voor, heel apart. De Mekkel. Thanks Kevin, voor jou een lekker colaatje. Want jij mag helaas nog geen bier, denk ik. Victor, deze is voor jou. Dankjewel, Mitch. Dankjewel. Kijk eens aan. Gezondheid. Ja, proost. Ja, proost. Over een klein weekje dan zet Kevin de volledige versies van op YouTube. Ik kan nogal bosuilen. En wat moeten ze intikken om het te kunnen vinden? Maak er even reclame voor, zou ik zeggen, want ik denk deze optocht mag wel gezien worden. Ja, dan kunnen ze naar youtube.com en dan /bosuilendorp carnaval. Dus youtube.com/bosuilendorp. Ja, carnaval. Carnaval, dus daar moeten we allemaal zeker naar kijken. Dat is een geweldig mooie thuisje. Ja, de volledige versie van en de optocht en van de Sauwelavonden. En noem maar op. Wow. Ja, en dit is CV De Duvels, die zijn de eerste van de wagens geworden. Wow. Leuk, dan een dansje erbij, dan de achtergrond op de... Ja, het ziet er echt goed, heel goed draait, uit. Het draait, het beweegt, de kleuren. Echt super. We zijn afgelopen vrijdag, eind van de middag, even langs geweest. We hadden nog allemaal spuiten en zo, al die details. Dus we hebben echt vaak tot op de laatste uur nog... Dat vind ik zo knap, ze krijgt elk jaar toch weer op tijd klaar. Ja. Ze dus gaat een beetje recht tegen de klok, maar echt op de laatste minuut wordt echt nog de perfectie aangebracht. Op zich wel een hele grote optocht. Ja, totaal 35 deelnemers, hè. Dus inclusief de jeugd erbij. Ladies only. Ik had een leuke... Ja, een echt orgel bij. Een echt draai orgel. Wauw. Ja, leuk. Hier is wel over nagedacht daar. Ja. Ja, normaal zitten zeg maar, die poppetjes zeg maar, op de draaimolen zelf. Dit is Poetin. Poetins kleerkast. Toen. Kijk, kom met de kast. Ja, mijn vader hoor. Iets leuk voor zolder. Ja. Met je pussy in de jacuzzi. Dat was in de motto van de toekomst. Ja, dan een geweldige kattenkop. Ja. Ja, dat is Naaldorst. Dat is ook altijd leuke dingen. Maar de Sauwel had ook een leuke act. Huispakstjes. Moeders moesten.
Volgens mij een beetje gebaseerd op Roy Kedon. Sleep. Kijk, Prins krijgt een snoer aangemeten. Hij had alles sick, maar... Het staat hem wel heel goed, moet ik zeggen. Ja, staat me goed, ja. Ja, het is de VDR is. Zaden de tweede prijs van de grote groepen. Je moet niet kloppen met een mixer, maar lekker draaien. Dus in plaats van slagroom kloppen of deeg kloppen. En ook jong en oud. Ja, heel veel variaties zie ik wel in zo'n tocht. Ja. Net wat je zegt, komt erop heen, kloppen. Ja, ik vind het knap. Ja. Kijk, heeft er zin in? Ja, ik wou het net zeggen. Dus, en de selfie. Dat is tegenwoordig in, hè? Ja, ik heb eigenlijk nog helemaal geen selfie gemaakt. Dat moeten we nog een keer maar even doen, denk ik. Doe Mitch. Ja. Anoniem. En zij waren de, even kijken hoor. De tweede prijs van de wagens. Wauw. Ja, de combinatie draait, beweegt, kleuren. Het draait en het beweegt en het doet echt alles. Ja, kom op hoor, ja. Wauw, wat een hele mooie optocht, Victor en Kevin. Hey, ik vind het heel knap hoe jullie dat eigenlijk allemaal filmen en monteren allemaal mee op schoten. Ik vind het echt, echt respect voor mij deze kant op. Dankjewel. Wat kunnen we nog meer van jullie verwachten de komende dagen? Dinsdagmiddag nog bij Café Christiane, de natte dinsdag. Daar zitten we om 9:50 dacht ik, in de uitzending. Volgens mij. Dus, ja. Helemaal top. Hey, dan gaan we even naar de reclame, dan ga ik even een selfie maken. Vind je dat goed? Super. Nou, wij gaan een selfie maken. Ik zeg tot zo bij Dweilen in de Baronie.